Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je kan zien, zit ik een beetje in een andere setting. Want ik heb een beetje moeite met het licht deze dag. Dus ik ben even anders gaan zitten, zodat het licht beter is. In deze video laat ik jullie mijn veel producten zien van november en december. Ik had die maanden natuurlijk ook producten die ik niet fijn vond. En die wil ik jullie zeker niet onthouden. Dus ik ga jullie gewoon laten zien welke producten ik niet fijn vond. Mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik dan niet fijn vond en waarom, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een mascara en dit is de Volume Hero Power Black Mascara van Essence. Siri ging af. Goed, dit is een mascara en die beloofde hele volle wimpers en ja, heel zwart. En ja, hij beloofde heel veel, maar gaf heel weinig. Allereerst het borsteltje, die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Het is een borsteltje waar ik persoonlijk niet zo van hou. Hij heeft hele korte haartjes. Dit is heel erg verschillend per persoon, maar dit soort haartjes vind ik persoonlijk niet zo heel erg fijn. Ik vond het ook echt heel erg lastig om mijn wimpers hiermee te doen. Dit soort borsteltjes belanden eigenlijk standaard in mijn oog bijna. Gewoon omdat ik er wat minder grip op heb, lijkt het. Omdat ik het heel lastig vind om hiermee te werken. Nou, daarnaast gaf hij eigenlijk helemaal geen volume aan mijn wimpers. Hij was wel zwart, maar het volume ontbrak heel erg. En daarom vind ik deze mascara dan ook echt niet fijn. Dan heb ik een primer van Catrice en dit is de Prime & Fine Poreless Blur Primer. Goodbye Pore staat erop en dit zou een long lasting soft focus effect geven. Het gaat om deze primer. Het zijn altijd de standaard verpakkingen bij Catrice. Altijd de, ja, in deze tubetjes, zeg maar. Op zich dik, prima, 30 ml in. En hij heeft een beetje een ja, hele fijne glittertjes zitten er op de verpakking. Dat kun je haast niet zien. Het doet me een beetje denken aan parelmoerglans. Maar goed. De primer zelf heeft een kleine opening. De primer zelf, het flaconnetje moet ik zeggen. Deze primer die beloofde een soft focus effect. Nou ja, goed. En hij zou je poriën en je fijne lijntjes onzichtbaar maken. Of in ieder geval een stuk minder. Nou. Hij liet mijn make-up op zijn plek zitten. Dat is wel een goed punt. Dat deed hij absoluut. Alleen, ik kreeg geen kleinere poriën. En de lijntjes werden er niet minder door. En vooral als dat de focus is wat op mijn primer gelegd wordt. Dan vind ik het belangrijk dat hij dat ook doet. Maar dat deed deze helaas niet. Dus vandaar vind ik deze primer gewoon echt niet fijn. Dan heb ik een Moonlight Eyes Cream Eyeshadow van Essence. Dat is deze in een potje. Ik heb hem in de kleur 01 Angel. Het is het is gewoon een potje zoals je kan zien. En hier dip je dus in. Het is niet een hele fijne structuur. Op zich neemt hij goed op hoor, op je kwastje. Maar hij beloofde heel intens te zijn. Deze kleuren zouden heel intens zijn. En ik vond deze kleur gewoon echt oprecht veel te licht. Er stond ook echt bij, als je hem op zou bouwen, dat hij steeds het effect steeds mooier zou worden of steeds feller. Nou, dat had ik bij deze helemaal niet, want het effect werd er eigenlijk helemaal niet verder door. Hij bleef vrij licht, dus ik vond het pigment gewoon heel erg tegenvallen. Dus vandaar dat ik deze Moonlight Cream Eyeshadow niet zo fijn vond. Ik ben sowieso niet heel erg fan van cream eyeshadow, maar als het normaal een goede pigmentatie heeft, word ik er wel blij van. Maar dat had deze helaas dus niet. Dan heb ik van Catrice de Brow Colorist. En deze zou donkere wenkbrauwen geven in 2 weken. Zit gewoon in een flesje. Ik heb nu het hulsje er nog omheen overigens. Semi-permanent zou die zijn. Het is een mascara, wenkbrauwmascara moet ik zeggen. Dit is hem. Even kijken hoor welke kleur ik heb. Het staat hierop. Ik heb hem in 020 medium. En deze wenkbrauwmascara die zou long-lasting zijn en beloofde dus donkere wenkbrauwen in 2 weken. Nou, hij heeft een heel gewoon, best wel klein borsteltje moet ik zeggen. Kijk, de kleur was op zich prima. Die past op zich wel bij mijn wenkbrauwen.
Maar semi-permanent, als je het er heel makkelijk met zelfs een make-up reinigingsdoekje af kan vegen, ben je voor mij niet semi-permanent. Daar bleef eigenlijk geen kleur in zitten. Vandaar, als je het zo makkelijk eruit kan vegen, geloof ik er ook niet in dat je het in 2 weken donkerdere wenkbrauwen zou krijgen. Weet je, dan heb ik zoiets van, dan ga ik het liever elke dag bijwerken dan dat ik zo'n product gebruik. En bij mij gaf die dat ook echt niet, omdat ik hem er zo makkelijk af kon halen. Dacht ik van, nou, dit gaat geen donkere wenkbrauwen geven in 2 weken tijd. Dan heb ik nog een mascara van Essence. En deze komt uit een trend editie. Namelijk uit de Fall Back to Nature. Dit zou een I Love Extreme Crazy Volume Brow mascara zijn. Heeft de naam 01 Stay Natural. Het is inderdaad een bruine mascara. Dit kan best wel mooi zijn. Bruine mascara op zich. Dat kan best wel mooi zijn. Maar dan gaan we weer. Dit borsteltje. Niet mijn ding. Op zich ziet het er wel heel veel volumeus uit. Maar ja, het is gewoon mijn ding niet. En er kwam heel weinig kleur van deze mascara af. Ik zag het ook gewoon echt letterlijk bijna niet op mijn wimpers zitten. Ja, hij gaf sowieso geen volume. Ik kreeg er echt geen volume van. Maar ook de kleur zag ik gewoon niet. Toen was het bij mij al heel snel duidelijk van, oké, dit gaat geen mascara zijn die belooft wat hij doet. En helemaal als je heel weinig pigment hebt, dan ben je voor mij sowieso al mislukt als mascara zijn. Dus dit was geen succes voor mij. Dan heb ik 2 wenkbrauwproducten uit een limited editie van Catrice. En dat is de Bam Brow. Is die zo? Bam Brow, volgens mij. Ja, dat is de Bam Brow. Maar ik begin even met de pen. En dit is een Brow Pro Pen. Heb ik deze in de kleur, staat dat er ook op, C06 Album. En het is een pen met 2 kanten. Laat ik daar even mee beginnen. Je hebt allereerst hier, dit vind ik echt super schattig, een heel klein borsteltje. Het lijkt een beetje op die gezichtsborstels die onder andere bij Action te koop zijn. Maar dit is echt wel heel erg schattig. En hiermee kun je dus het product verdelen in je wenkbrauwen. Vond ik gewoon heel schattig, omdat ik dat nog nooit had gezien. Nou, dan de pen zelf. Hij heeft gewoon niet zo heel veel pigment. Je draait hem omhoog. Dan is dit het product. Maar ik kon er gewoon niet zo heel erg fijn mee werken. Ik kon er niet heel veel kleur mee aanbrengen in mijn wenkbrauwen. Misschien is dat ook wel een persoonlijk ding, omdat ik niet zo heel erg fan ben van wenkbrauwpennen. Maar ja, ik wil toch altijd wel weer een kans geven. Maar deze vond ik helaas gewoon niet fijn. Ja, je kunt er wel heel fijn mee werken, maar ik vind de kleur viel gewoon heel erg tegen. Dus dat was deze. En daar had ik dus ook nog een Brow Boost Serum bij. Dit is C01 Transparant. Ja. Volgens mij beloofde die dat je je wenkbrauwen sneller zou laten groeien. Dus je zou met dit serum vollere wenkbrauwen hebben in 4 weken tijd. Nou, dit is de verpakking. Er zit al een heel klein. Kijk, dit is de applicator die erin zit. Nou, dat is zo klein. Dat neemt heel weinig product op. Je kunt er wel fijn mee werken. Dus op zich, als je hele dunne wenkbrauwen hebt, zou dat heel fijn zijn. Alleen, mijn wenkbrauwen gingen hier echt niet van groeien in 4 weken tijd. Ik kreeg er geen vollere wenkbrauwen van. Dan heb ik die op zich ook niet nodig. Maar ik ben altijd wel benieuwd of dat het dan ook echt wat gaat doen, zeg maar, voor je wenkbrauwen. Maar dat heeft deze dus niet gedaan. Dus vandaar dat ik dit, ja, ook helaas. Het is een leuke dag, maar het werkt voor mij voor helemaal niks. Dan heb ik van Essence een product uit de trend editie Ho Ho Ho. Dit is een lipbalsem. Nou, het ziet er wel heel erg lief uit. Dat moet ik je nageven, want dit was een kersteditie. En het is ook letterlijk een kerstbolletje. Je had hem ook echt in je kerstboom kunnen hangen. Allereerst, ik heb zitten struggelen met de verpakking. Want hoe kreeg ik dit open? Ik zat het trekken en te doen. Uiteindelijk moest je draaien. Nou, dan hou je dus dit bolletje hou je leuk over. Je zet trouwens nog de tekst op. En dan is dit een lippenbalsem. Nou, hij heeft ook niet echt een geur. Maar het is zo'n droge lippenbalsem. Je ziet dat ik er een beetje in geveegd heb. Maar het is zo nauwelijks zichtbaar. Hij beloofde ook je lippen een kleur te geven. Nou, dat gaf hij ook wel. Ik kreeg er ook wel lichte kleurde lippen van.
Maar er kwam geen verzorging vanaf. Dus ik had meer het idee dat het een gekleurde lipproduct was, maar niet echt een lippenbalsem. Want mijn lippen werden er op zich ook helemaal niet zacht van. Ondanks dat de verpakking er super leuk uitziet, vind ik het product zelf echt helemaal niet fijn. Dan heb ik van Catrice nog een product uit een limited editie. En deze kwam uit de Blurred Lines limited editie. En dit is een blending sponsje. Hij zit nog in het doosje. Ik zal hem er even voor jullie uithalen. Met een roze goud ringetje. Nou, die kun je eraf halen. En dan hou je dus een blending sponsje over. Maar het is zo'n hard sponsje. Hij groeit ook niet. Ik kon hier niet echt lekker mee mijn gezicht in smeren. En ik vind het dus heel vervelend dat je die ring blijft zien. Ik vond hem gewoon helaas te hard. Ik had niet echt. Ik vind het heel erg leuk, ook bedacht die ring. Maar ik vind het een beetje overbodig. Want op zich, je zou ook kunnen denken, goh, ik laat hem nu leuk omzitten en ik ga mijn gezicht ermee doen. Maar ja, hij groeit niet. En op zich is hij wel zacht, maar ik vind het wel fijn dat een sponsje groeit. Ja, hij zit een beetje middenin. Zacht, hard. Het is een beetje een combinatie. De bovenkant is vrij zacht, maar de onderkant vind ik best wel hard. Maar ik vind het fijn als een sponsje dus gaat groeien. Omdat je als die water opneemt, groeien ze vaak. Maar dat deed deze helaas dus niet. Dus ik vind het leuk bedacht, maar ik vond hem zelf niet fijn. Dan heb ik nog een lip. Lakker, een metallic liplakker van Max & More in de kleur 363 Gold Rush. Nou, dat was deze. Nou, deze heeft heel veel pigment. Dit is echt een heel pigmentvolle liplakker. Zo ziet de verpakking er verder uit, heel normaal. Hij heeft ook een heel normaal kwastje. Zo ziet hij eruit. En ik had verwacht dus, nou, hier krijg je een heel mooi goud geheel van. Ik vond de kleur meer bruin dan goud. De kleur lijkt op totaal niet op de kleur die op de verpakking staat. Hij is echt heel intens, zit echt wel een hele goede pigmentatie in. Maar ik vond de kleur niet zo mooi. Het paste niet zo heel mooi bij mij. Al hoorde ik bijvoorbeeld ik had hem ook op in een vlog, dat mensen zeiden, goh, ik vind dat je eigenlijk best wel staan. Maar ik werd er zelf niet heel erg blij van. Ik vond het een beetje raar eruit zien. Ik had er meer goud verwacht en hij is gewoon echt meer bruinachtig. En dat vond ik wel jammer van deze metallic liplakker. Dan ben ik toe aan de laatste producten uit een trendeditie van Essence. Deze komen uit de Magnetic Lashes False Lashes 2.0. Die namen, dat blijft voor mij vaak een dingetje. Nou, dit was een trendeditie. Is een trendeditie. Volgens mij ligt die nog steeds in de winkel. Waarin je valse wimpers hebt. Die je door middel van een magneetje aan elkaar kunt doen. Dus je moet zeg maar op de bovenkant van je wimpers. Moet je een deeltje leggen. En dan aan de onderkant. En dat plakt dan vast. En dan heb je nepwimpers. Nou, dat leek mij super ideaal. Want gewone nepwimpers, dat moet met lijm en... Nou, dat is best wel slecht ook voor je eigen wimpers, want die kunnen daar best wel van afbreken. Vooral als je dat regelmatig doet. Ik denk als je het op een normale basis doet, dat het best wel oké is. Nou, dan ga ik even beginnen met het opbergdoosje. Die ziet er hartstikke leuk uit. Daar kan ik niks van zeggen. Heeft echt zo'n beetje een 3D-effect. 01 Lash Boss heeft hij de naam gekregen. Hartstikke leuk doosje, maar daar ga je al. Er kunnen maar 3 paar wimpers in. Nou, in het assortiment zaten 6 paar wimpers. Die zal ik je zo even laten zien. Maar hier kunnen er dus maar 3 in. En dat vind ik jammer. Er zit wel een grote spiegel in. Dit is dan magnetisch. Daar kun je de wimpers in plakken. Hier heb je de rechterkant. En dan is dit voor de linkerkant. Dus je kunt echt letterlijk 3 paar kwijt. Nou, dat vind ik gewoon super jammer. Dat hadden ze echt voor mij heel anders mogen doen. Want ja, dan had je hem iets groter moeten maken. Dat er ook daadwerkelijk 6 paar in konden. Nou, dan had je ook een paar tools, onder andere hier een lash-applicator waarmee je de wimpers kon vastpakken, zeg maar. Om ze goed aan te brengen en dan ook nog een borsteltje om het door te borstelen om ze een beetje in model te krijgen. Nou, die wimpers zelf. Ik heb de cat-eye lashes. Dat zijn deze.
Dan heb ik natural lashes die er al helemaal, vooral deze kant, die ziet er niet mooi meer uit. Dan had je de glitter lashes, die vond ik wel leuk. Curvy lashes. De glamour lashes. En als laatste de drama lashes. Nou, allereerst, ik vond het aanbrengen echt oprecht heel lastig. Want vooral als je de magneetjes bij elkaar houdt, het klikt al heel snel vast. En dan zitten ze soms nog niet eens goed op je ogen. Nou, krijgen ze dan maar weer eens even goed van elkaar. Want het zijn sterke magneetjes. En dat ging gewoon bijna niet. Waardoor je dus ook zoals bij, ja, die natural lashes die ik net liet zien. Dat zie je gewoon al echt wel dat ze ook gewoon echt al niet meer mooi eruit zien. Nou, dat lukte al niet echt. Ik denk dan ook echt, ja, leuk. Maar ja, het moet wel een beetje bij elkaar kunnen natuurlijk. En als het zo snel in elkaar plakt. Ik vond het echt een drama. Ik vond het echt een drama om op te brengen. Dat allereerst. Nou, dan heb je hier ook. Dat heb ik hier bij twee lesjes. En ik pak nu even de drama lesjes. Nou, heb je deze. Die moet dan op je bovenste wimpers. En dan heb je hier van die twee kleine stukjes. Die moeten onderop. Nou, die kleine stukjes die had ik al heel snel. Was ik er al heel snel eentje van kwijt. Ik heb hem uiteindelijk teruggevonden. Maar ik vond het echt. Nou, ik heb nog nooit zoveel moeite moeten doen voor iets. Wat er uiteindelijk eigenlijk ook helemaal niet uitzag. Maar ik heb ze uiteindelijk niet eens op kunnen brengen. Of aan kunnen brengen. Want ik vond het gewoon te veel priegel. Ik vind het gewoon te lastig. Ik denk gewoon niet dat ik een mens ben van nepwimpers. Ik vind het gewoon een hoop gedoe. Voor een kort resultaat. Wat ook lastig van elkaar afgaat. Dus voor mij was dit geen succes helaas. Dan waren dit mijn veel producten van november en december. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben wel benieuwd of je misschien zelf producten hebt getest uit een van de producten die ik heb laten zien. Misschien denk jij er wel heel anders over. Dat zou natuurlijk kunnen. Daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Ja, het bakje is nu weer leeg. Dus ik kan hem weer gaan vullen met nieuwe producten. Voor ja, die ik weer niet fijn ga vinden. Dus ik ga deze dan ook weer netjes in mijn kastje opbergen. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je natuurlijk gratis even abonneren. Druk dan even op de rode abonneerknop. Druk tegelijkertijd ook even op het belletje. Want dan krijg je ook een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En hoef je helemaal niks meer te missen. Vond je deze video nou leuk? Doe dan ook even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Dus bedankt voor het kijken. En nou, tot de volgende. Doeg!